Workshops over robotica, geurmarketing of muziek maken met bananen. Zo'n 500 studenten wonen donderdag 12 januari het eerste kennis-event bij. Een innovatiedag voor mbo-leerlingen, georganiseerd door de studentenraad van Landsteden MBO. Wij waren bij stressreductie. En ja, vond het wel leuk. Ik vond het vrij leerzaam, maar ook heel origineel. Het was wel gaaf, een uur was zo voorbij. Ik was bij Voelen maar, ik vond het wel leerzaam. Ik zat bij Excellentie en we hebben het gehad over verschillende soorten mindsets. En over een do-mindset of als je denkt, als je iets niet kan, dat je ook niet meer probeert. Ik ben volgens mij bij de workshop geweest van snel en vreemde taal leren. Ik vond het wel een grappige workshop, maar ik had er wel meer van verwacht. De studenten konden in totaal aan de slag met 50 verschillende workshops. Zoals bijvoorbeeld onderzoekend leren met Lego of leren focussen tijdens een opdracht. Wat we in de workshop ook wilden, is dat studenten zich bewust worden van de hoeveelheid prikkels, met name visueel, maar ook auditief, die op hen afkomt als zij zich willen richten op een opdracht of iets willen gaan doen. De banaan geleidt stroom. En een printplaatje, daar koppel je krokodillenklemmen aan. Die koppel je dan weer aan een voorwerp dat stroom geleidt. Dus dat is het water, je lichaam ook en een banaan ook. Dus iedereen zat hier vol verwachting om een banaan aan te sluiten, om de computer aan te sturen. En om muziek te maken ook. Wat wij ze hier laten doen is op een onderzoekende, ontwerpende manier zelf erachter komen hoe dingen werken. En de clue is, het gaat hier niet om een stuk constructie of om het programmeren van de dingen, maar veel meer, wat zien wij in samenwerking? Wat zien wij in denkpatronen? Wat zien we in, durven ze over hun grenzen heen te gaan? Out of the box te denken? Realiseren zich hoe zij zichzelf soms remmingen opleggen in het geheel? En vooral ook die creativiteit erbij stimuleren. Als wij echt innovatie willen in deze maatschappij, dan zullen wij ook iets andere manier moeten lesgeven aan onze studenten. Het thema van het kennis-event was Boost Your Future. We hebben het eigenlijk in twee gesplitst. Het ene deel gaat over wat je later in je carrière kan gebruiken. Bijvoorbeeld zoals het maken van een mooie cv, het houden van een goede presentatie. En over de techniek en de technologie voor de toekomst. En die twee dingen hebben we eigenlijk samengevoegd in deze dag. Ja, wat anders dan een gewone lesdag. Inderdaad, veel beter. Ja, wel leuk, een keer een event of zo. Ja. Ik vind het wel leuk, hoor. Ja, vind ik wel leuk. Ik vind het leuk dat ze dit een keer doen. Ja, zeker. Ja, een keer wat anders dan een normale schooldag. En dan ben je ook wat gemotiveerd. En dan, ik vind het wel leuk. In eerste instantie dacht ik wel van, dat wordt zo'n standaard workshopdag. Maar wat ik nu heb te zien gekregen is eigenlijk volledig tegenovergesteld. Het zijn allemaal originele dingen vooral. Tijdens de Innovatiedag werden de workshops afgewisseld met lezingen van filosofen Martijn Aslander en Bas Haring. Zinnetje 1 is, wees nieuwsgierig en stel vragen. En zinnetje 2 is, denk na en doe iets. Het is heel goed dat studenten in verbinding met elkaar staan, maar ook gevoed worden door nieuwe ideeën. Er zijn zo'n 50 workshops straks. Nu spreekt Martijn Aslander, dat is iemand die heel dicht bij die studenten kan komen, maar ook in hun taal kan vertellen wat voor een vernieuwing er plaats gaat vinden over heel lang. En ik hoop ook dat hij de studenten bewust maakt dat je niet zozeer alleen maar voor een beroep je opleiding doet, maar ook voor maatschappelijke ontwikkelingen. En dat beroepen veranderen. En dat er nieuwe beroepen komen. Ik hoop dat hij dat duidelijk gaat maken. De grootste verandering is eigenlijk dat de meeste banen die er nu zijn opgegeten gaan worden door robots en automatisering. Ik zie geen manier hoe we dat tijd kunnen keren en dat is ook niet per se erg. Er komt dus een enorme stortvloed aan nieuwe mogelijkheden en banen aan. Waardoor de instapdrempel veel lager wordt voor iedereen. En met name hier in het mbo is het natuurlijk geweldig, want die hebben een hands-on mentaliteit. En ik denk dat de bovenlaag het veel zwaarder gaat krijgen dan deze laag mensen die veel praktischer zijn ingesteld. Ik had niet heel veel verstand van het ondernemerschap en dat soort dingen. En aangezien deze meneer dus wat dat er gaat, zijn school half heeft afgemaakt, zeg maar, en toch wel heel erg succesvol is geworden, vond ik het heel interessant om naar hem te luisteren van hoe hij naar dingen kijkt. Zelf was het niet echt iets wat mij heel erg aansprak. Hij ging van haak op de tak, dus in het begin vond ik het leuk, maar daarna was ik wel een beetje afgeleid. Ik vond wel een best wel interessante man en dat was best wel leerzaam voor velen, denk ik, vooral voor mensen die willen ondernemen bijvoorbeeld. De organisatie kijkt tevreden terug en vindt het kennis-event voor herhaling vatbaar. Niemand steunt je zo goed als familie dat doet. Ja, want dat zit gewoon in ons bloed. Familie staat bij mij bovenaan, dus ik sta achter mijn achternaam. Mooie tekst, hè?